Een nieuw plan dat ten doel heeft het werk van onze beste schilders in de huizen van het Nederlandse volk te brengen, wordt uitgevoerd. U ziet hier de schilder en beeldhouwer John Redeker aan het werk aan een kleurprent in opdracht van de stichting Beeldende Kunst binnen ieders bereik. Ook de schilder Schumacher is door deze stichting aangezocht. Acht vooraanstaande kunstenaars maken deze schildersprenten, die met behulp van een nieuw toegepast procedé in een groter oplaag verwijderd kunnen worden dan bijvoorbeeld kleurdito's en etsen. Dit betekent dat deze prenten, die door de kunstenaars als originelen worden erkend en gesigneerd, binnen ieders bereik komen. In een 40-tal tentoonstellingen over het gehele land wordt de collectie van 40 prenten aan het Nederlandse publiek gepresenteerd en te koop aangeboden. De kunstenaars ziet men hierbij een: Edgar Fernhout, Nicolaas Wijnberg, Jan van Keulen, Kees Andrea, Jan Wiegers. Zij keuren hier de resultaten van de proef, die beoogt het peil van de wandversiering in onze huizen te verhogen.